Laat ze maar lachen. En wat ziet hij er weer schitterend uit. Een beetje schots, een beetje scheef. Een deukje hier, een deukje daar. Maar verder relatief kreukvrij. Ron Brandsteder! Hartelijk goedenavond. Dames en heren, hartelijk welkom bij Laat ze maar lachen. We laten u hele aparte beelden zien. Beelden die vaak nooit uitgezonden zijn. En we gaan ernaar kijken met degene die die beelden gemaakt hebben. Al of niet vrijwillig. En onze eerste gast, die staat al klaar. Een man die altijd tot in de puntjes verzorgd is. Hij ziet eruit als om door een ringetje te halen. Het is heel gek dat zo'n ervaren man toch een tikje nerveus lijkt. Kom maar binnen, Jos Brink! Ja! Je hoort het. Ga lekker zitten. Ik ga lekker zitten. Doe of je thuis bent. Ik ben thuis. Hè? Want je bent een beetje thuis. Ja, ja, dit is mijn eigen studio. Ja. Dit. Hier heb je heel veel meegemaakt. Nou! En daar gaan we even naar kijken. Wat doen jullie achter me? Nee, niks. Oh. Puzzeluur. Daar wil ik het even met je over hebben. Puzzeluur. Ja, dat was je grote doorbraak. Dat deed je op een geheel eigen wijze. Ja. En wij hebben... ik zit te kijken waar je camera is, maar dat is helemaal daar. Dat is allemaal verstopt hier. Ja. Maar waar is de dan? Oh, dat ben jij. Ha! Oei. Er is veel veranderd. Je wou wat zeggen. Nee, ben je gek. Je wou wat zeggen. Ik voel het. Als er een witje valt, dan zeg ik een wat. Een windje? Witje. Witje. Wij hebben een historische opname, Jos. Ja? Van jouw laatste aflevering Puzzeluur. Van voor de oorlog. Ja. Ja. Ja, lang geleden. Voor de Golfoorlog. Ja. Toen wij daar naar keken... Hij is heel guitig, hè, af en toe. Je kan om die man toen we lachen. Daar naar keken, toen konden we ons niet aan de indruk onttrekken... Ja? Dat jij daar een beetje qua jongensachtig was. Is dat juist? Was je een beetje... Maar jongensachtig. Ik kon niet presenteren, laat ik het zo zeggen. Ik deed alleen cabaret. En ik wist niet wat televisie was. Ik was bang voor camera's. Ja. Dat is een beetje over. En ik kon ook niet puzzelen. Ik kon eigenlijk niks. Nee. En het had een succes, dat programma, zeg. Ja. Omdat ik niks kan. Het was een knaller. Ja. We gaan er even naar kijken. Ja. Het is de laatste aflevering. Ja. Hij is een beetje qua jongensachtig. We noemen hem ook de Bengel van de Buis. Even kijken hoe de stand is. Oh, dat is spannend al meteen, hè? 5 voor Hanny en 0 voor Jur. Dat haalt hij nooit mee. Nee, dat haalt hij nooit in. Dat is waardeloos. Vreselijk, hoe kan het je nou toch helpen? Nou, eens kijken of de nieuwe letter erin. Dat wordt, oh, dat is ook een ontzettende leuke letter. Enig woord. Jij hebt weer voor het eerst gedrukt, Bertje doet het weer niet, maar het lichtje brandt van Hanny. Soep? Nee, dat is fout soep. Je? Poes. Poes, ja, dat zal je niet weten. Tuurlijk. Iemand die zo vaak wandelt in het bos en bovendien fotografeert, natuurlijk weet hij poes. En dan nummer 15, of ik bedoel voor 15 gulden, daar komt dan een T van, de T van? Stoep. Stoep komt daarbij, zei Jur. Heel goed, Jur. Stoep. En voor 20 gulden komt daar een L van opstel. De. Opstel. Goed. Prima. Heb ik de jury weer tuk, hè? Het kan namelijk niet teruggeschroefd worden. Hoe is de stand? 45 tegen 5. Nou, die laatste voor 25 gulden. Voor 25 gulden komt daar een A bij. Dat is... Apostel. Apostel, prima! Lekker, hè? Ja. Ja, je was toen nog niet de meest serieuze quizmaster die er was, hè? Het is veel beter gegaan naar de hand. Ja, ja, heel goed. Even nog de briefje laten zien. En je had de jury tuk.
Ja, maar dat was ook geen jury. Er was geen jury. Nee. Ik deed maar wat. Door alles wat je gedaan hebt, komt dat ook naar voren. Je deed maar wat. Maar je deed het met een heerlijk elan en een lekkere flair. En iedereen Ik heb zo'n lekkere flair. Lekkere flair, ja. Ja. Daar wordt over gefluisterd. Nee, ja. Echt waar. Nee. Nee. Maar, echt waar. Beste Jos Brink. Er is een opname, ja? Die hebben wij. En toen was je even al je flair kwijt, lijkt het wel. Ik heb het over het moment dat jij in de hoofdrol zat bij Mies. En ja? Het was even, ja, je zal het zelf zo zien. Je wordt daar op een gegeven moment door Mies geconfronteerd met vrienden uit je jeugd. Het zijn allemaal padvinders. Ja. En je hebt geen idee wie het zijn. Nee. Dat weet ik nog. Ja. Ja, denk ik, nou, dat kan Jos toch niet zijn? Die had altijd een flair. Oh ja, jou ken ik, tuurlijk. Maar dat is helemaal weg dan. Allemaal oude zakken kwamen er binnen. Ik denk, die komen van Toonhausers, die zijn gewoon ingehuurd. Ja. Kom jij voor 25 gulden met een welpenpetje op en zeg dan dat je... Nou, dat dacht ik. We gaan er naar kijken. Jos, in een voor hem beetje moeilijk momentje. Maar we hebben nog een geluid uit je jeugd, Jos. Dit moet jij eens luisteren. Frithjof Nansen, Nansen, Frithjof Nansen, Rotterdam, ra, ra, ra. Wat is dat? Jos, 35 jaar geleden. Speel mij de Valkeniersweg. Waar hebben we dit lachen? Ja. Hey, daar gaan we straks nog wel even over. Wie is dit? Wie zijn jullie dan? Nee, blijf hier, blijf hier. De vriendjof. Goeie oude tijd. Je kan me alles wijsmaken. Prachtig. Oh, wat erg. Ja. Heerlijk, hè? Ja. Je kan me alles wijsmaken. Ja. Had je niet een beetje moeten acteren voor Mies? Nou, nee hoor, op een gegeven moment is het over. Ja, je laat alles maar over. Ja, dan komen ze met een petje op en dan zeggen ze... ik was vroeger collega Welpje van je. Ja, kan allemaal, ja. Jos, we hebben aanstonds hebben wij hele dierbare beelden uit Werden Dat. Blijf bij ons. Welkom bij Laat Ze Maar Lachen. Fijn dat u er bent. En het is toch een hele bijzondere avond, want we hebben Jos weer terug in Aalsmeer. En hij heeft het erg naar zijn zin. Hij zit ook steeds om zich heen te kijken of hij nog bekenden ziet. Nou, het zijn de kinderen van de bekenden, hoor, inmiddels. Ja, zo lang is het geleden. Zo lang is het niet geleden. Het is ook niet zo lang geleden dat je hier op dezezelfde plek een enorm succes had met Werden Dat. Ja. Daar gebeurde van alles. Davidoff. Ja. Hij was 82 jaar. Nee hoor, 182. Ja. Hij was heel oud. Het was een live programma, dat moet u in het achterhoofd houden. Live, Jos heeft het weer niet makkelijk, maar hij redt zich eruit. We kunnen meteen door naar de eerste weddenschap. En wat is nou zo leuk? Die eerste weddenschap heeft te maken met sigaren. Niets is toeval in het leven. The first bet has to do with cigars. So, it's your turn now, Mr. Davidoff. Your first bet, please. My first bet, die eerste wette, is voor Sie. Die eerste wette, wat zal ik zeggen? Mm-hmm. Zeg mir schon. Ja. Oké, okay. It's your turn now. What's your bet? I did understand. Was sagen Sie es in Deutsch vielleicht? Auf Deutsch. Ja. Wir haben eine Sendung hier mit Wetten. Dat heb ik weer. Het zweet breekt me uit. En ze zijn hier gekomen, niet nur om te spreken over sigaren, maar ook om ons een wette te überreichen. Hij is hier naartoe gekomen, hebben we hem hier naartoe gestuurd omdat hij een weddenschap had. Zal ik een komische wette of een normale wette? Als de sigaren ook zo zijn, dan
Wir haben Ihre Wette hier. Ja. Soll ich es sagen? Bitte. Ich glaube, das ist besser. Ja? Sagen Doch, Sie ich die sage Wette. Es. Want ik weet pas wat voor ik. Hij zit hier nu gewoon als decorstuk erbij. Wat hij had moeten zeggen. Wat hij had moeten zeggen is dat hij aardooiers kende uit Kampen. Die kent hij natuurlijk helemaal niet. En als hij die aardooiers wel kende, was hij de dag erna alweer vergeten. Wat erg. Mooi, hè? Oh. Maar toen heb je toch wel even pultjes gespeeld. Nou, het erge was, ik schoot in de lach. En Joop, die er altijd bij was, die schoot ook in de lach. Ja. En het ging gewoon helemaal de zeik in alles. Ja. Maar dat was heerlijk. Dat was... En het was live en het mocht. Ja. En iedereen praatte er ook over de andere dag. Dus wat maakte het uit? Ja, er waren één grote wedden, dat familie niet. Inderdaad. Ja. Jos, de musicals. Ja. 7 in totaal. Ja, zoiets. Dat was heel anders dan televisie. Je zat in de autobus, je ging naar theaters, je ging op reis. Dan sloeg na een aantal weken misschien een beetje de verveling toe. Hoe anders verklaar je je dat je altijd met je tegenspelers aan het dollen was? Ja, het moet leuk blijven. Het moet leuk blijven? Ja, en na 50 keer weet ik het wel. En dan, En dat hangt van welke tegenspelers je bedoelt. Maar je gaat dan rottigheid uithalen. Ik ben zelf de auteur, dus ik heb het dan op die avond even herschreven misschien. Ja. Ik heb het nu over Amerika. Amerika, Amerika. Ja. Daarin bestond jij het om toch elke avond in je blote... Dat moest voor de rol, ja. Dat moest. Functioneel bloot. Jawel, absoluut. Je had het toch zelf geschreven? Ja, maar die man die ik speelde, kwam uit de douche. Ja. En ik wil jou wel eens uit de douche zien komen. Dat zou jij niet meemaken. Nee, maar dan heb je... Nee, maar dan heb je toch geen kleren aan? Nee, dat is waar. Begrijp je wel? Maar waar ik het over heb, is dat jij... Jij gaat toch niet in die driedelen grijs op de douche komen? Nee. Oké, maar tot zover is het functioneel. Maar dan ga jij een beetje dollen met wat je daar hebt zitten. Wat heb jij dan zitten? Ik heb werken. Verklaar je nader, wees duidelijk. Ik bedoel, er gaan verhalen dat jij daar kerstkransjes aan hebt gehangen. Ja. Het is veel erger. Nog erger? Nou, in de kersttijd... Nee, het komt door Simone Kleinsma. Simone Kleinsma is dus helemaal nooit aan het lachen te krijgen. Helemaal nooit, wat je ook doet. En toen dacht ik, nu weet ik zoiets leuks. Hoe leg ik dat nou uit? Ik doe om Jan Klaasje heen. En ik maak er een kerststukje van. Ja. Want de piek had ik al in huis. En de ballen ook al. En toen heb ik daar... Nou, de lichtjes nog. Nee. En toen heb ik daar hulsttakjes omheen gemaakt. Beetje sneeuw. En een slingertje en zo. En toen heb ik een pak aangetrokken en mijn kleedster die heeft met elastiekjes eromheen dat allemaal gedaan. Want aan het toneel weet je wel... van elkaar hoe je eruit ziet. Okay. En toen moest ik een sprong maken van een trap in de handen van matrozen. En toen zei ik tegen Fred Butter, ik kan niet springen. Want ik had er niet aan gedacht dat ik moest springen. Nee, je kan niet springen. Want ik heb een kerstbal aan mijn pik, zei ik. Ik zeg maar wat ik zei. Ik wist niet dat het zo erg was. En Fred Butter, die nog tekst had, kreeg overal snot, kwam eruit. Kon niks meer zeggen. Want die blote scène kwam pas na een half uur. En inmiddels werd ik wat zweterig ook hier. Enfin, en iedereen stond in de coulissen te kijken natuurlijk. Iedereen lachte, behalve Simone. Ja. Die vertrok nauwelijks een spiertje. Vakvrouw, professioneel. Jammer. Maar omdat die hulstbesjes van kunst waren, liep dat uit. Dus het was net of ik overal gesneden was. Het was allemaal rood. En Simone niet lachen. Nee. Nou, hebben we helaas van het kerststukje hebben we geen beelden. Nee.
Nee, maar... Wat heb je dan wel? U krijgt... We hebben het paasbrood. Nee. Een duivenkater. Nee. We hebben wel... dat jij, en dan krijgt u toch een goede indruk van wat Simone daar moest doorstaan. We hebben wel dat je op een gegeven moment een bos bloemen daar vandaan haalt. Ja? Ja. En dat is zo... Waar vandaan heen? Dan? Nou, waar, had ik waar normaal dan? Geen bloemen groeien. Zo. Wat doen wij hier? Wat doen we hier? Ja. Ik ben Fanny. Ja, weet ik wel. Fanny Jansen. Ja, maar wat doet Fanny Jansen hier? Oh, dat is zo'n lang verhaal. Maar goed, het begint allemaal in het... Ik zie het. Maand geleden in het Centraal Theater in Amsterdam. Dat was jij. Eindelijk. Ja, nou, ik dacht ook al eraan. Waar ken ik dat mens van? Ja, dacht dat ik zag al ik wel. Hoe kom je dan aan boord? Sorry, Lucas. Ben jij verstekeling? Ja. En je bent een meisje. Maar u niet. Nee! Waarmee maar weer bewezen is, dat zijn de kleine dingen die het hem doen. Nee. Dat zal jij op je voorhoofd hebben. Dan loop je voor lul. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee. Ik vond het. Oké. Nou, we hebben al jouw fratsen en jouw kunst hebben we gezien. Wanneer jij de mensen een beetje het moeilijk maakte. We hebben toch weer even een klein momentje nog... dat jij even niet wist wat je te wachten stond. Ik doel hier op jouw verschijnen in de app Oorklep Show. Ken je die nog? App, ja, met app, Ray. Ja, en dan weet je het wel. U brengt me op een gedachte, ik wou een dubbele whisky hebben. Alsjeblieft, meneer Brink. Dank u wel. Meneer Brink! Ik kan kippen eten, twee kippen in een half uur. Ik ben zo blij. Let op, ik kan een hele leuke dienst doen. Werde dat. Ik voorgul, hè. Uw glas dubbele whisky leeg drink. Zonder met de handen aan te raken. Nee, ja, nee, hè. Attentie, waar gaat ie? Hè? Je komt een beetje met je handen aan. Ja, heb je wel eigen. Nou, niet duur voor gulden, dubbel is het. Had je het daar niet gezien, zeker? Oh, niet duur voor gulden. Ja, het is inderdaad zo. Je mag het niet zeggen, het. Maar hij is lekker. Ik bezig. Zeg het wel. Oh. Jos, jij moet nog met hem. Ja, ja. Maar niet te lang meer. We hebben lekker ouderwets gelachen met je, maar je bent nog niet weg, want we hebben nog meer in petto. Onze tweede gast vanavond is een hele leuke jonge vrouw. En die altijd, ja, toch erg fysiek aanwezig was, zal ik maar zeggen. Ze is een balletdanseres, maar dat is zo te zien lang geleden. Hier is Wendy van Dijk. Ja.
Hartelijk welkom. Hi. Jos, Wendy, hoe je thuis bent. Hallo. Wendy, fijn dat je er bent. Ook voor jou een beetje terugkomen hier. Ja, hè? Zeker. Je, hebt, je bent erg pril, nog erg jong, maar je hebt toch al heel veel gedaan. Maar we zijn je eigenlijk een beetje gaan leren kennen. In Wie ben ik? Dat geldt voor mij persoonlijk, maar dat geldt ook voor het grote kijkerspubliek. Ja, hè? Precies, ja. En er ging nogal wat fout in Wie ben ik ook, hè? Ja, maar het was zo verschrikkelijk leuk, toch altijd? Het was een ontspannen sfeertje altijd. Ja, altijd een ontspannen sfeertje. En voor mij was het natuurlijk heel leuk. Ken jij dat ontspannen sfeertje? Ik zit ontspannen sfeertje. Ja. Ik zit even te kijken nu. Nou, het was zo ongelooflijk... Wendy van Dijk! Zoiets was het, ja. Ga rustig door, Wen. Ja. Voor mij was het heel erg leuk, want ik mocht meer doen dan een voorwerp aandragen. Ja, je was erg... playbacken en zo. Erg aanwezig, ja. Liedjes zingen, en dingen. Liedjes zingen, dolle, en dansen. Ook, we hebben daar hele leuke beelden van. We hebben daar ook Nico Haak, die helaas veel te vroeg is overleden. En die daar toch een klein beetje nerveus was. Waardoor hij eigenlijk al de naam noemde die nog geraden moest worden. Dat zit erin. Dus een heel hoop gehangers met de bordjes. Daar ging jij niet altijd over, hè? Dat was niet mijn schuld. Dat was niet haar schuld. Dat was niet mijn afdeling. Maar wie zijn schuld was het dan wel? Hij zingt zo hoog waar niemand bij kan. Zijn vader zingt wat lager. Die heet Jan. Een vers kopje thee, daar houdt hij wel van. Hij is niet veel thuis. Maar zo nu en dan. Hij heeft een motor met zijspan. Dames en heren, Benny Nijman! Verkeerde brief. Verkeerde brief. Maar, geen niks, ik ga wel. Vergeet het maar, wat ze zei. Ja? Dat is een dikke schet op. Er is altijd wat met die bordjes bij jou, hè? Nee, dat is wel. Die eerste aanwijzing is van Martijn. Ja, ze worden wel, gelachen worden. Ja, er wordt wel een beetje ongelachen. Ik ben als... Oh. Moeten ze nu ook allebei een aanwijzing? Oh, nog een keer op de knop drukken, hè? Jij. Gaat jouw bordje naar beneden? Ja. Goed. Daar is hij. En je krijgt drie aanwijzingen van de overkant. Nico. Ja, ja, Samson, ja. Maak je kwaad. Doe jij maar. Nee, help me even. Ik heb een pen. Heb ik weer. Geen paniek. Gaat lukken. Ja! We gaan gewoon naar de voorwerpen. Chef, het eerste voorwerp is voor jou. En Ron heeft daar nog wel een aanwijzing bij. Dan heb je Wendy. Hi. Heerlijk, hè? Oh, het is zo leuk. Het is zo lekker om naar te kijken. Want het is net een bewegend fotoalbum waar je naar zit te kijken. Daar zie je Tatjana en Gordon met allebei nog ander haar. Ja, en Caroline met al heel ander haar. Caroline met ander haar. Ja. Chef Rademakers van de Pin-Up Club, ook met ander haar nog. Toen ging je dat programma doen waar zoveel om te doen was. Over de rooien. Oh ja. Dat waren er heel veel, hè? Weet je nog hoeveel? Hoeveel we er gemaakt hebben? Hoeveel programma's? Nou, dat zat echt wel in de 200. Weet je nog hoeveel spelletjes je gedaan hebt in die aflevering? En hoeveel duizendjes je hebt uitgedeeld? Heel veel. Dat weet het niet weer, hè? Nee, dat weet ik het niet. Het waren, en onthoud hem even, 261 duizendjes. Ja. Het waren 400 afleveringen. Ja. En het waren 1200 spelletjes in die 400 afleveringen. Weet je het nou? Zij het nou nooit meer vergeten?
400 uitzendingen, 1200 opdrachten. Oké, okay. Ja. Ik heb zo'n 261 duikjes. Ik heb zo'n, ja. En ik heb er zo'n, nou, 1200 spelletjes gedaan. En dit zijn een van mijn... Ja. Nee, het loopt niet. Ik heb zo'n 261.000 briefjes uitgehaald. Ik heb zo'n 261.000. Er waren ongeveer 400 afleveringen en ik denk zo'n 2100 spelletjes. En dit zijn een van mijn favorieten. Dit is een leuke bloeper. Maar ja, je was ook een beetje moe. Hè? Op een gegeven moment dan moet je aan het eind van zo'n dag dat nog ja, eventjes... Ja, dat is het ook. En wij hadden eigenlijk, dat staat er even buiten... maar we hadden een hekel aan dat rode jasje gekregen. Want je moet je voorstellen, anderhalf jaar lang ja. een rood jasje aan. Ja. Dus alles wat je aandoet, hè, daarboven zit een rood jasje. Ja. En dat hadden we natuurlijk die dag ook weer aan. En dan, ja, iedereen kijkt er weer naar, want het valt op, dat rode jasje. En dan krijg je ontzettend veel reacties. En aan het eind van de dag dan, ja, dan heb je het gewoon even gehad. Begrijpelijk, want er gebeurde ook veel in dat programma. Hè? Wat heel veel. Wat heb je allemaal niet gedaan? Ja, ontzettend veel. Met sokken aan elkaar. Borsten voelen, billen voelen. Ach, wat hebben jullie niet gevoeld? Je ging erg ver, vonden wij wel eens. Ja, want, ja, wel. André en Caroline en ik, je was toch een beetje ons protégeetje. Hè? Ja, zo precies. Zagen we jou. Ja, denk, ja, nou, ja. Gaat ze niet een beetje ver? En dat weet je misschien niet, maar jouw moeder stond altijd achter je, maar één keer niet. Nee, dat kan ik me misschien... Toen stond jouw moeder niet achter je. Nee. Toen heeft ze mij gebeld en toen zei ze, Ron, kan jij eens met Wendy praten? Want ze gaat nu wel... En daar hebben we over een paar momentjes hebben we daar ging beelden zo van. Ver? Ja, het ging heel ver. Welkom terug. Laat ze maar lachen. En dat zeiden we al even eerder tegen Jos Brink. Welkom terug. En ook tegen Wendy. Welkom terug hier in Aalsmeer. En zo te merken hebben jullie het lekker naar je zin hier. En daar zijn wij heel erg blij om. Zo gezellig, hè? Ja. Je hoort toch eens wat. We waren gebleven bij dat ene moment dat wij het telefoontje kregen van jouw moeder. Die zei, gaat Wendy nu niet te ver? En daar doel ik op. Ik geloof dat het een promo was. Een soort reclamespotje. Ja. Voor jouw programma. En daar ga je wel erg ver, Ben. Daar heb je als een man tegen een boom staan plassen. Oh, nee, ja. nee, maar daar heb ik wel even een verhaal bij. Mag ik dat zeggen? Dat wilden wij heel graag horen dan. Juist, want dat was een voorfilmpje inderdaad voor Over de Rooie. En dat ging over travestieten, geloof ik. En dus ik moest iets mannelijks doen, dus ik ging tegen een boom staan plassen. Travestiet die tegen een boom plast? Nee. Nou, ik was even degene die tegen een boom plaste, maar dan op een mannelijke manier. Ja. Maar hoe deed je dat dan? Ja. Nou, ik was bezig, maar dat ging allemaal prima. Ik bedoel, ik heb dat vaak zien gebeuren. Van, nou ja... gewoon van een afstand. Had je ook een bogie? Ook een bogie. Maar we moesten maar hoe natuurlijk... kreeg je dat bogie dan? Ja, dat is een bepaalde stand is dat, hè? Het is gemonteerd. Nee, je ziet het niet, maar je hoort de plas. Dus de cameraman die moest de plas gaan opnemen. Ah ja. Maar de cameraman, die ging dus even tegen de boom plassen. Alleen hij liet de scheet. Tussendoor. Ja. En, nou ja, goed, toen... Ja, ik wist er in ieder geval niks van af. Dat meen ik serieus. Oké, we laten het... Waren jullie dat? Nee. We laten het zien, maar vergeet het gelijk weer... En ze beloofde dat je het nooit meer doet. Nee, maar ik kon er niks aan. Jij kon er niks aan. Ik kon er, want ik wist ook niet dat ze dat eronder zouden zetten. Als we allemaal even stil zijn, dan kunnen we hem horen. Ja, het was feestelijk. Kijk, en toen belde mijn moeder. Nou ja, god, daar kan ik me ergens wel iets bij voorstellen.
Ja. Eventjes die ene faux pas daar gelaten. Zijn we erg trots op je. Dank je. Je gaat steeds lekkerder. Wat ik ook wel vind, dat je bijvoorbeeld in Lotto Kras-spektakel... Ja. Dat je daar een beetje close bent met de kandidaten. Vond je? Ja. Misschien iets te intiem? Goed, Debbie, ik vraag jou om even bij je team te gaan staan. Ja. En ze nog eventjes op te peppen. Oké. Okay. Want we gaan het eerste spel spelen met Wim. Ja. Wim, kom er maar in. Hier is het. Vanavond. Nou, hier is de knopdruk. De drukknop, die krijg ik helemaal niet meer. De drukknop, ja. En als jij op die knop drukt, dan kies je je tegenstander uit. Ja, ik moet echt opletten wat ik zeg nu, heb ik het leven idee. Leven is hard, ja. Ja. Heerlijk. Kan allemaal gebeuren. Ah ja, dan zit je er lekker in, weet je wel. En dan zit je er lekker in, ja. 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 Jos heeft nog nooit zoiets gezegd. Die zijn weer hele andere dingen. Ik knijp je. Ben, blijf lekker zo doorgaan. Laat ze maar lachen. Laat ze maar lachen. Onze derde gast van vanavond komt nu in beeld. Het is een jonge hond. Hij is dynamisch. Hij is toch een innemende figuur. En hij heeft een charmante, guitige blik. Martijn Krabbe. Martijn, fijn dat je er bent. Ja. Je mocht hier niet ontbreken. Want ook jij, en dat doe je nog steeds, jij hebt hier ook op dezezelfde vloer, die er nu een klein beetje anders uitziet, heb jij heel veel meegemaakt, hè? Ja. Je bent begonnen als, ja, zoals wij allemaal, een beetje als loopjongen. Bij jou. Bij mij? Ja. Ik ben bij jou als loopjongen begonnen. Op de radio? Bij de radio. Ja, ja, ja. Bij de Tros. Dat is geleden... 87. Nou ja, ja, dat is nog niet eens zo lang geleden. Toen was jouw doorbraak... Zeg, wat zit er bij Jos in zijn water? Want dat wil ik ook, hoor. Ik mag dat ook. Gods water over godsakker. Het is gewoon water. Het is water, ja. Voor jou was de grote doorbraak, zal ik maar zeggen, even... Popformule. Ja. Ja. En bij nou, dat was een doorbraak. Ja. Ja. Maar ze maakte het je ook niet makkelijk bij Popformule. Nee. Ze durfde best een dolletje met je aan. Absoluut. Zullen we er eerst even naar gaan kijken? Is heel lang geleden, hè? Het is nog niet eens zo lang geleden. Popformule. Dag, lieve kijkers van Hartelijk welkom bij de leukste thuis. Linda en Jeroen, allebei volledig onder de taart. Zonder nu direct te willen beweren dat de posterijen overwerkt zijn, we hebben wel een hoop inzendingen gekregen op het snapshot van vorige week. Makkelijk was het niet, we kregen een hoop foute inzendingen. We hebben echter een winnaar. De spelcomputer gaat deze week naar Jeroen van Acooi. Zo, daar kom ik weer, gekropen uit het stoffige en beetje vochtige Popformule cliparchief. Voor de Gouden Ouwe van deze week. En het nummer dat we hier vandaag als Gouden Ouwe gaan laten zien. Dat was 5 jaar geleden. Een fantastische hit. Ik ga gewoon maar. Het lijkt wel Buster Keaton dit, hè, jongens? Zo, zo'n stukje. Dat scheelde echt zo'n stukje. Dat ding wat viel. Nou, ik kwam door een decorstuk, een soort muur, 3 meter hoog. En er zat een deuropening zat erin. En ik kwam door de deur en dat hele ding, dat laasde erom. Ja. Maar ik voelde de wind door mijn haren. Net zoals, wat je zei ook, Buster Keaton, die scène. Met dat huis. Dat huis, ja, dat zo beroemde scène, ja. Maar dan zie je al dat je verblikt of verbloost niet. Nee, het gaat gewoon door. Je bent ijzeren heilig. En dat is wat ons het meest opviel. We hebben beelden, gaan we u laten zien. En dan moet u eens opletten. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Je denkt, die staat niet meer op. Ze zijn zo leuk vaak, bloepers. Ja, maar... En als je heel erg gaat lachen of je gaat vloeken of wat dan ook... dan ben je je bloeper kwijt. En als je er iets mee doet, dan is het onderdeel van je programma vaak. Tenminste, dan houden ze hem erin, hè. Dan blijft het gewoon erin. Gewoon de... Onvoorstelbaar. Ja. Zo werkt het. Toen ik het voor het eerst zag, ik wist niet... Wat bedoel je? Ik bedoel dat jij op een gegeven moment op een Oostenrijkse heuvelrug naar beneden komt. Ja, die, dat ik bedoel. Weet wat je bedoelt. Ja, ja.
Dag dames en heren, daar zijn we weer met de recordshow vanuit Zulde. En vandaag hebben we echt een prachtig record voor u. Met natuurlijk drie deelnemers die zo ver mogelijk moeten springen. Waaroverheen zult u zich dat afvragen? Over deze schat! Dat ging maar net goed. Oh, daar is er nog één! Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die dit doen, maar dan met een achterwaartse salto? Ik kon het me niet voorstellen, maar we hebben ze wel gevonden. Oh ja, wat vreselijk. Misschien had je dan achteraf niet dat je instortte? Dat je achteraf instort? Ja, nee, want ze stonden klaar met snaps, hè, heb je daar. Hè? Ja, ja. Volgens mij heeft Jos dat ook. Nee, dan begin je weer helemaal niet. Hier. Vergelijk het ware onderzoek. Nee hoor, daar sta ik helemaal voor in. Martijn, dit waren spectaculaire beelden. Dan heb je het idee, wat er ook gebeurt, Martijn die ziet de problemen niet en gaat gewoon door koet kekoet. In het volgende fragment... Koet ja, koet kekoet. Koet je eigen koet kekoet. Ja, zijn Frans is zo prachtig. Koet kekoet is leuk. Jij moet zo doorgaan, jij. Ja. We hebben nu beelden uit Zulden. En daar gaat het niet zo koet kekoet. Koet kekoet? Nee, daar word jij zelfs een beetje link. Wat maar dat vonden wij weer leuk, want daar blijkt je toch een mens te zijn. Die Oostenrijker, ja. Die man had 1000 gulden, 3000 shilling had hij gewonnen. En hij was niet blij. Ja. En om het echt heel zachtjes uit te drukken. Ja, die man die doet helemaal niks. Nee, niets. En daar word jij verschrikkelijk link van. Het licht brandt, maar er was niemand thuis. Nee. Kijk, maar dan word jij en jij gaat zelfs met dingen slingeren. Let op. Slingeren? Ja, met termen. Ja, niet te geloven. Dat is werkelijk spitsenklasse. Hij heeft het record verbeterd. 1:20:03, dat is de nieuwe tijd. Hoe is de Sieger? Zeer, zeer goed, Erik. Gebeurt er niets? Hij is er zelf ook behoorlijk van onder de indruk, zoals je ziet. Wat een lul, zeg. Ja, nou ja, maar zo'n man zeg, wat wil je nou zeg? Oh, oh, oh. Ik heb het ook zo vaak willen zeggen, nou, maar ik zeg het nooit. Maar heel menselijk. En het ontglipt hij even, hè? Het ontglipt, ja. Het kwam er zo uit. Gigantische sul uit Lulden. Ja. Goed, ik ga goed. U... Weer even waarschuwen. Jou niet, want je hebt het zelf meegemaakt, maar misschien thuis. We hadden net al iets schokkends op zijn Oostenrijkse heuvelrug. We hebben nu beelden van jou en dat is dus, slaat echt alles. Je zit op een vierwielig verschrikkelijk ding, een quad. En je gaat iets te hard. Ja, in Zandvoort bij Slotenmaker. Ja. Op het, in de duinen daar. Wat is toch die drang in jou, Martijn, om zelf je eigen stunts te willen doen? Nou, al mijn eigen stunts. Nee, er was niets aan de hand. Want ik moest namelijk heel rustig op dat... Een quad heet dat, hè? Een quad. Ik moest rustig een beetje rijden en ik moest vertellen wat we gingen doen en zo. En dit ding, dat kan ook langzaam. En ik ging ook heel langzaam. Maar er zat een schansje in. Ja. En de jongens hadden het schansje geprepareerd van tevoren. Maar waren daar wat enthousiast mee geweest. Ja. Zo'n hoek van zo'n 45 graden. En ik had dat schansje. Het schansje had je bijna genekt. Ja. Maar let u er wederop om, thuis en hier in de zaal, hoe snel hij zich herstelt. Ongelooflijk. De postcode loterij recordshow draait door. Ik had trouwens... Ik heb hem nog nooit uit deze hoek gezien. En dan is hij nog wel wat angstiger, inderdaad. Ja. Ja. Want als je er nu naar terugkijkt, dan... Ja, natuurlijk, maar voor hetzelfde geld breek je je nek. Maar als dat niet zo is, dan heb je een leuke spot, heb je dan, toch? Een leuke promo. Wij zijn je heel erg dankbaar
Maar we hebben nog een hele mooie opname voor jou. En daar kan ik me zo goed inleven wat je toen hebt doorgemaakt. Want het is een beetje de nachtmerrie van elke presentator. Jij maakt een fout. Oké, laten we het maar toe. Nou, een fout. Het is een fikse blunder. Er staan drie telefooncellen helemaal vol met ballonnen. In elke telefooncel een kandidaat. Hij geeft het startsein om te gaan prikken. Maar hij vergeet alleen te zeggen dat het eerst die cel en dan die. En dat herinnert hij zich opeens. Maar ja, dan is het al te laat. Probeer het dan nog maar eens terug te draaien. Alle ballonnen moeten kapot. En degene die als eerste klaar is, die heeft natuurlijk zo direct het record op zijn of haar naam geschreven. Jullie kunnen me horen nog? Ja. Klaar? Start! Kijk hem blij staan kijken. Helemaal blij. Natuurlijk. Oh, wat erg. Ze moesten één voor één. Louis. Ja, Louis. Kom nog even. We moeten 150 ballonnen gaan opblazen. Oh, wat erg. Ja. Heerlijk, hè? Maar erger dat ik... Het is dus nog een keer gebeurd dat ze één voor één moesten. En toen waren het gelukkig maar 3 keer 10 ballonnetjes. Maar dit was 3 keer 150. Maar ja, aan jou lag het niet, want je zei toch nog heel duidelijk, ho, stop. Maar ja, ja, precies. Dat ja. Zij dat niet horen. Ja, daar kan ik niks aan doen. Man, Martijn, we hebben lekker gelachen met je. We hebben allemaal lekker gelachen. Wie het laatst lacht, alleen is een oud spreekwoord. En in Laatste Maar Lachen hebben we ook dat laatste kleine rubriekje waarin jullie zelf iets meegenomen hebben. Ik wou met jou beginnen, Martijn. Wat heb je voor ons meegenomen, wat om te lachen is? Wat ik uitgekozen heb, dat is... wij gingen toen een record opnemen met jeeps van die four-wheel drives. Dat was in de Beekse Bergen. En die mensen moesten een parcours afleggen door het zand en toestanden. En hadden we een hele diepe kuil. En dan moesten ze van die leggers overheen. En dan konden ze over de kuil. En die leggers die moesten bovenop de auto. En dus moet er een imperiaal op. Dus we hadden dat gedaan en leggers er bovenop. Maar we waren vergeten, of tenminste, daar hadden we niet aan gedacht... dat die jeep ook nog onder een bruggetje door moest. Oh, ja. Ik voel hem. Je voelt hem aankomen. Ik voel hem aankomen. Ja. Klaar? Die was in alle staten, hè, die jongen. Je zag hem ook schrikken. Je zag hem schrikken, ja. Heerlijk. Bedankt voor deze beelden, Martijn. Koet, koet. Nou ben ik toch zo... nou ben ik toch zo benieuwd... Wendy... Wendy. Ja, André. Wat jij meegenomen hebt. Dit is een heel leuk filmpje. Maar ik was een keer bij de platenmaatschappij, want daar liepen we vaak naar binnen. En toen zag ik daar een... videoclipje? Nou, die moet je gewoon zien. Daar kan je niet eens over praten. Is dat leuk, een videoclip? Wat zeg je? Is dat leuk, een videoclip? Dit is heel erg leuk. Oh. Negativity's only a fatal distraction. In action's out, it's interaction. We need to succeed in this transaction. Action! Take action! Ja. Heerlijk.
bent fantastisch. Heerlijk, heerlijk. Nou, die van de jou. De simpelste zijn de mooiste. Ja. Ook weer action. Action. Ja. Nou, toen kreeg hij action, hè. Hij zag door de bossen de boom niet meer. Nee. Gaat het weer een beetje, meneer Brink? Nou, nee. Ja, je hebt het er warm van gekregen. Ja. Heb jij ook zo'n goeie? Wat heb je bij je? Kom, nou, ik heb, voor de dag. Ik word wel eens geïmiteerd. Wel eens. Ja, weet ik. En ja. Heb je die bij je? Die heb ik bij me. Oh. Carlo? Nou, iemand waar ik erg om lachen moest. Ja. Ja, heb ik bij me. Het is een wat gechargeerde... Koet-koet-imitatie, ja. Ja. We gaan naar de voorwerpen. We gaan je bent het niet aan. Nee. Het eerste voorwerp is voor jou, Pauline. Ja. Dag, dames en heren. Dag. Dag, dag. Zeg, ik krijg geen applaus meer. We hadden. Dag, dag. Ja, dat is het. Ja. Het is fantastisch, hè. Het is fantastisch. Dames en heren thuis, hier in de zaal, allemaal welkom bij de 64.